Er zijn laatst GTA 5 radiostations gelekt. Oh jee. En ik wil graag weten wat jullie als eerste gaan luisteren. De country zender natuurlijk. En waarom de country zender? Omdat ik van country hou. En ik weet niet eens meer welke artiesten het zijn. Sterker nog, ik ben helemaal niet zo'n country liefhebber, want ik luister helemaal niet zoveel country. Wacht eens eventjes. Er zijn ook nog een paar hardcore nummers gelekt volgens mij. Dus ik ga als eerste de country zender luisteren. De tweede ga ik de metal punk zender luisteren. Ik denk wel dat hij er komt. En ik hoop eigenlijk nog meer dat er een soort van toffe jaren 80 zender komt. Ik vind dat ook wel een beetje bypassers. Dus zoiets. En misschien dat er ook wel een leuke electro zender bij zit. Ik ga vooral niet de hip-hop zenders luisteren. Daar heb ik helemaal niks mee. Ik zag dat Rihanna er ook bij stond. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar ik snap dat mensen dat gewoon leuk vinden. Jelle zit zich nou af te trekken daar achter zijn pc. Dus die vindt dat wel heel erg leuk. Maar ik vind meer die obscure dingen altijd heel grappig. Dat had je bijvoorbeeld op GTA 4. Had je zender alleen maar Rus muziek en Oostblok muziek. Dat vond ik super. Ook al is het niet eens mijn genre. Maar dat vind ik dan leuk. Dat hoort bij de vibe van de game. Dus als je dan gaat vragen mij van. Goh Dennis, wat hoort er bij de vibe van de game? Ik zeg Dennis. Klassieke muziek natuurlijk. Dat is niks moois als je gewoon met een mooi deuntje gewoon een killing spree kunt gaan. Jij hebt de klassieke muziek gegeten, ja? Ja, ik vind het wel relaxend. Ik doe hem altijd één of twee keer doorspelen en dan... Al moet ik zeggen, ik heb laatst, of het is laatst ook alweer dik anderhalf jaar geleden, Sleeping Dogs Sleeping Dogs gespeeld. Ja. Daar heb ik ook de klassieke zender een aantal keren goed op gehad. Dat heeft iets krankzinnigs. Ja, past erbij, als ja. Als je echt aan het killen bent en ondertussen echt Mozart... Ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik iemand ben die echt gewoon een uur of twee lang gewoon rond kan rijden en alleen maar radiozenders sluiten. Ik ook. Dat heb ik echt. Dat is echt gewoon en een pilsje erbij en dan zeker altijd in het begin even uitvogelen wat voor muziek erin zit. En dan ga ik gewoon lekker cruisen en dan heb ik gewoon het idee dat ik gewoon echt in die stad ben waar ik aan ben. Ik had het vooral heel erg bij Vice City, maar dat komt omdat daar werkelijk geen één slecht nummer op stond. Nee. Dat was echt alleen maar heel erg goed. En dat zal nou minder zijn, want daarna is het voor mij persoonlijk gewoon minder geworden. Maar dan komt gewoon alles wat het jaar toch komt, vind ik gaaf. Het is serieus de enige reden waarom ik die game met een stuurtje zou gaan spelen. Is dat zo? Om gewoon te toeren. Of gewoon echt gewoon te cruisen. Ja, met je arm cruisen, zo. Ja. En met die redneck. Nee, maar dat is gewoon wel echt het ding. Dat heeft GTA gewoon onwijs vreed gedaan. Al in 3 was het gewoon. Daarvoor had je ook al die radiozendertjes. Het werkt gewoon als een trein. En sterker nog, als ik nu een game speel waar je in een auto moet gaan zitten. Baal ik altijd van dat je geen radiozender hebt. Dit is sterker nog iedereen het bijna overgenomen van GTA. Ja, klopt. Ja. Dat was een beetje mijn verhaal. Dan ga ik nu naar Jelle toe. Dat is goed. Hier hoorde ik net heel hard schreeuwen. Zitten er weer Nederlandse in? Jelle. Ja. Er zit geen Miley Cyrus. Er zit helaas geen GTA Miley 5. Cyrus, maar ik hoor niet. Weet je dat zeker? Nee, ik weet het helemaal niet zeker. Want dit ik heb de lijst niet gezien. De hele fucking lijst nog niet gezien. Ik weet het niet van Miley Cyrus. Can't stop. Ik weet het niet. Party in the USA misschien? Dat zou er wel. Waar staat die lijst, Dennis? Staat die op onze eigen site? Hebben wij die lijst niet tegenwoordig? Ik zoek ook automatisch Miley Cyrus in plaats van GTA 5. Nou, doe eens. Heb je Miley Cyrus gezien? Ja, zeker. Gert Verdemme. Heel de familie Smit die viel bijna flauw. Familie Smit? Ja, van Will Smit. Ja, is er? Oh, die heb ik niet. Dat is wel even kijken. Geniaal. Maar goed, Miley Cyrus GTA 5. Wacht. Negative. Reddit. NWA. Je moet niet met Doggy Doggle. Volgens mij zit het een beetje bij de West Coast Classic. Wat is dat beneden? De Punk Station. Ja. The Germs. Vreed. Black Flag. Natuurlijk. Youth Brigade. Descendants. Suicidal Fear. Maar dat was het. Radio Los Santos. Wordt dat wat? Nee, dat is deze keer niet leuk trouwens. Kelly Rowland. Kendrick Lamar. Hoeven we niet te horen. The Game. De game, ik speel wel een game. Ja, maar zoek een Miley Cyrus. Soulwax FM, joh, Soulwax zit erin. Met, wat zit er allemaal in? Ja, iets niet veel dat ik ken. Combination van namen. Non-stop pop. Maloko. Rihanna. Unknown, kijk, hier heb je de Unknown, daar moest je kijken. Dat waren eigenlijk Unknown. Ja. Waylon Jennings. Ja, dat zit zo dingen in. The Game, Zap, Chief Keef. Allemaal hip-hop shit, nee, man. Nee, ik zit want je zegt net wel dat ik heel leuk dat ik hip-hop blijf van, maar dat is allemaal niet waar. Jawel, je bent een fucking hip-hop fan, jij. Maar niet van, ik heb geen last. Je was toch laatst bij Snoop Dogg geweest, vet was dat niet. Nou ja, jij was er geweest. Nee. Net zoveel als ik was jij er geweest. Dan liep gewoon buiten. Voor de deur. Ja, precies. We hebben lekker pils op van 6 euro. Ja. Nee, staat er niet geen, bij. Geen Miley Cyrus, wel Rihanna. Ja, dat vind ik dan toch. Oh, ja. Is dat goed Rihanna nummer? Nee. Ken je wel een Rihanna nummer? Vind je HLM tof voor tof zijn? Ja, toen kijk ik fucking Cheers is mijn grootste favoriet ooit. Siri? Nee. Oh. Het nummer van Rihanna. Mooi, maar, dan gaan we dingen doen. Dat dus.
ik ben nog niet onder de indruk, mag ik zeggen. Ik had het zelf beter kunnen cureren, denk ik. Maar welke zender ga je het meest luisteren, denk ik? Ja, het meeste zijn er toch altijd gewoon de punkzender. Weet je, want ik wil gewoon, als ik mensen doodraai, wil ik toffe muziek horen. Geen muziek die er niet bij past. Of juist zo'n heel schril contrast. Want ik zie hier Radio Los Santos. Maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als ik van die... Een soort van, hoe noem je die shit? Mexicaanse muziek. Dat vind ik ook altijd heel tof. En ik moet zeggen, de Classic Rock Station, die denk ik gaat het meest op bij mij. Ik zie het nu staan en daar ga ik voor.